Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Lieve kijkers en luisteraars van de FC Afkikken voetbalzomer van woensdag 21 juni. We staan hier in het prachtige en zonnige Zeist in de Zeisterbossen bij de training van de Oranje Leeuwinnen. Ik ben hier vergezeld door nog twee andere zonnestralen. Marten Havel, Ardu de Ridder. We konden zo doorlopen, Lars. We konden zo doorlopen. Ja, er was weinig... We hoefden niks te laten zien. Geen idee of zo. Zijn we bekend genoeg, denk je? Nou, of, als nou, jullie aankomen rijden, zou ik toch eigenlijk wel altijd om een idee vragen. Ja? Nou ja, dat lijkt me ook niet onterecht. Maar normaal is het hier best wel Fort Knox-achtig. Ja. Maar dit keer was het buitengewoon gastvrij. Dus ere wie ere toekomt. Hartelijk dank aan Martine van de KNVB. Zeker. Het zonnetje doet goed. Kunnen de heren daar een voorbeeld aan nemen? Nou ja, zeker. Nou, we waren uiteindelijk ook gewoon welkom. Dat was top. Alleen soms is het best lastig. En, ja goed, het is altijd fijn hier te zijn. Een soort... Ja, wat is het? Ik word helemaal zen hier van deze bossen. Nou, dat niet. Ik denk dat het heel gek zou zijn als ik hier in op de KNVB-campus thuis zou komen. Nee, dat is waar. Hoezo? Nou, zit je niet tegen het eerste elftal? Net niet. Misschien het NLID-team dat ik dat ooit had kunnen halen. Maar dat is even wat anders. Dat was wat te hoog gegrepen voor je. Hey, laten we even beginnen met... Google het even als je het niet weet. Nee, inderdaad. Laten we even beginnen met Stijn Spierings. PSV, die was toch wel in de markt voor hem. Schijnt nu toch een andere stap te maken van Toulouse. Niet naar een topclub in Nederland, maar naar Lens. Ja, man. Nou ja, het mooie is dat voetbalsupporters en vooral PSV-supporters hebben natuurlijk na het matige vorige seizoen enorm de drang om beter te gaan presteren. En ja, het is niet dat ze daar enige invloed op hebben. Nee. Alleen iedereen wil heel graag dat zoveel mogelijk versterkingen komen. Nou goed, nou lijkt dat wat lastig te gaan. Omdat je simpelweg natuurlijk niet in twee seconden allemaal versterkingen binnenhaalt. En daarmee raken mensen totaal in paniek. Mm-hmm. En ja goed, ik denk dat het voor paniek nog wat vroeg is. Maar dat Spierings niet voor PSV, maar voor Lens kiest. Lijkt me niet een fantastisch signaal. Nee, want het gaat erom. Lens is gewoon een middenmotor uit Frankrijk, hè? Nou ja, tweede geworden. Champions League gehaald dit jaar. Ook ja, Penda speelt er onder andere. Oké, uitschieter. Maar normaal gesproken... Ja, en ze hebben meer voor hem over, als ik het goed begrijp. Ja, want hij gaat daar wel echt een top contract. Ja, dat tweette Marco Timmer. Nou ja, die zit natuurlijk kort op het vuur. Rick Elfrink komt met dezelfde soort verhalen. En ja, ik denk dat toch wel het redelijk pijnlijk is voor PSV. Een club die ook natuurlijk ambieert om Champions League te spelen. Om spelers te verliezen aan subtoppers in Frankrijk. Want Lens is de afgelopen jaren een paar keer zevende geworden. Maar hij heeft ook heel veel op het tweede niveau gespeeld. Nu zit er wat Luxemburgs geld. Nou ja, goed, hoe dat precies zit, weten we natuurlijk niet vanuit Nederland. Mm-hmm. Hebben wel Openda kunnen kopen voor een flinke som van Club Brugge. Maar ja, Samba? Je zou toch... Ja, Brice Samba inderdaad. Maar je zou toch zeggen van... Ja, als jij PSV bent, dan moet je toch een speler van Toulouse wel binnen kunnen halen. Dat lijkt me ook. Audrey, Eindhoven of Lens? Jullie zijn heel cynisch, maar ik vind het op zich niet super gek. Vanuit hem ook. Dat je voor Lens kiest in plaats van PSV op dit moment. Omdat ze tweede geworden zijn. Ja. En omdat je Champions League gaat spelen. Ja, maar PSV... Ja, bij PSV weet je het nooit zeker wat het seizoen je gaat brengen. Dat is waar. Nee, maar PSV zou onder Bos mee moeten kunnen doen om de Nederlandse titel. Ja goed, je kan ook een hoop van Lens zeggen. Aan het begin van dit seizoen zei ik ook... PSV heeft echt een top 10. Dat gaat echt vet hoog eindigen en zo. Volgens hebben maar ze dat was dan ook niet een, daar was ik niet, dan niet een buitengewone goede voorspelling gezien, die achterhoede. En Ruud van Nistelrooy. Maar, ja, maar, nee, maar eerlijk is eerlijk, toch? Het was een goed team. Ja, het was een aardige ploeg met een onervaren coach. Ik denk niet dat PSV ooit... Nou ja... Dat is een beetje overdreven, maar verwachtingen bij PSV komen niet altijd uit. Nou ja, dat heb je nergens in de voetballerij. Maar ik denk wel dat met het huidige land weet je zeker dat je geen kampioen wordt. Bij PSV kun je serieus prijzen winnen. En dan moet je toch zeker een Nederlander kunnen overtuigen om daar naartoe te gaan. Ja goed, ook omdat Lens natuurlijk... Hè, het is niet dat je in, zeg eens wat, in Milaan gaat wonen. Maar jij denkt niet dat Lens volgend seizoen met 9 punten voorsprong op Paris Saint-Germain de titel kan pakken in Frankrijk? Nou ja, het is heel sfeervol daar. Het is een prachtig rood geel shirt. Maar je weet zeker dat je geen kampioen wordt. Nee. En dat is natuurlijk helemaal geen schande, want die club speelde vooral op het tweede niveau de afgelopen decennia. Maar ja, ik denk dat vooral dat... Ja, ik denk dat PSV zich geen zorgen hoeft te maken, maar dat er wel extra druk gelijk op Stewart komt. En ja, dat is toch bij PSV niet heel gebruikelijk. Ja, zeker als je dus inderdaad Sangaré, Veerman kwijtraakt. Simons is volgens mij ook nog niet 100% zeker. Ja, kijk, volgens mij is het bij PSV heel belangrijk dat je dat goede gevoel terugkrijgt. Nou goed, Peter Brabantse Bos. Gezelligheid. Ja, nee, maar ja, toch, Peter Bos heeft daar wel een goede invloed op gehad. Hè. Dat is natuurlijk gewoon een ambitieuze aanstelling. Het is nice dat die gast Bos voor PSV kiest. Ja. Alleen, ja, om dat sentiment, de negativiteit toch wat verder te keren, helpt het heel erg. Mm-hmm. Om daar toch nog die support wat extra te geven. Ja, dat ze dat nog niet hebben kunnen doen, ook met Pepi. Dat creëert toch een beetje vrevel binnen de achterban. Maar ja, dat is denk ik totaal onterecht, want er is nog zoveel tijd. Terwijl je juist denkt dat die aanstelling het makkelijker zou moeten maken. Ja, precies. Ja. Wat ik me wel afvraag bij Spierings, want volgens mij was er ook interesse uit het Midden-Oosten.
Nou, daar valt ook genoeg te verdienen. Daar ligt ook wel een topcontract klaar, denk ik. Ja, dat schijnt het zijn. Hè? Zal het iets zijn? Hè? En dat is dan eventjes amateurpsychologie. Maar kijk, Spierings is natuurlijk vertrokken. Verhaal was toen dat hij misschien wel helemaal niet meer wilde voetbal. Uiteindelijk volgens mij via Bulgarije of zo. Ja, bij Sparta was hij er klaar mee. En bij Sparta RKC was, opgebloeid. Ja. Je ziet Van der Bomen natuurlijk niet naar Ajax toe gaan. Zal er misschien iets bij hem in zitten van... Stel, hij gaat naar PSV. Hij is gegroeid in het buitenland. Dat hij dat misschien denkt van... dat is misschien toch even te hoog gegrepen. Zodat hij bang is? Dat, nou ja, bang is misschien niet het goede woord. Maar dat je denkt, ik zit lekker daar in Frankrijk. Een beetje in dat de luwte. Dat PSV te hoog gegrepen is. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of dat je denkt van... In Nederland in een topclub staan meteen de schijnwerpers op mij. Als je als Nederlander uit het buitenland komt. Dat hij misschien denkt... Nou, als je ziet met hoeveel bravoure hij voetbalt... Dan lijkt het me niet de persoonlijkheid die angst laat regeren. En dat lijkt me ook helemaal niet nodig, toch? Want het is ook niet meer de nummer 10 die het ooit was. Hè? Het is een wat fysiekere, meer terughoudende speler geworden. Ik denk dat hij een enorme verrijking zou zijn voor PSV... op basis van die paar wedstrijden die je bij Toulouse gezien hebt. Nee, dat geloof ik wel. Maar ik bedoel, kijk, hij is naar het buitenland gegaan. In Toulouse, in Frankrijk, staat hij er zeer goed op. Kijk, als hij hier nou naar Nederland toe komt... en je komt er naar een wedstrijd... Het afbreukrisico. Nou ja, precies. Je komt naar 6-7 wedstrijden erachter dat hij... misschien toch wat niveau tekort komt... of toch niet kan leveren van wat iedereen denkt. Dan is het ook vrij snel... hè, hoe je van liever stoppen... toch nog naar een redelijk grote competitie bent gegaan... dan is het misschien in één keer weg. Maar je kan het toch ook positief bekijken... in de zin van dat het Frans voetbal hem heel goed past... dat hij daar goed kan excelleren. Dus dat hij juist om zo goed mogelijk te voetballen naar Lens gaat... en dat het niet ja, dat is een op basis... om te teleurstellen bij PSV. Nee, maar dat hij juist daar heel positief tegenaan kijkt. Nee, zeker. Maar daarom blijft hij misschien in Frankrijk... gaat hij ook niet naar het Midden-Oosten. Ja, precies. Maar dat het niet uit angst komt... maar gewoon uit een sportieve keuze. Kijk, zie je, dat is het verschil. Hè? Ook als wij in de auto zitten, ben ik altijd heel positief. Ja, maar jij noemt heel het negatief. Meteen angst, maar ik noem het gewoon menselijkheid. Gewoon nadenken over je volgende stap. Ja. Maar anyway, FC Utrecht heeft een speler gisteren binnengehaald. Mensen, Manchester United fans waren ook fuming op Twitter, zag ik. Zidane IQ Ball. Ja, ongelooflijk. Ja, dat is IQ Ball. Een betere naam kan je haast niet hebben. Nee, want het is wel altijd heel lastig om in te schatten hoe... tussen aanhalingstekens toptalenten van topclubs, hoe goed die zijn. Ik herinner me nog Zelalem van Arsenal die naar VVV ging. Dat leek zo ongeveer de nieuwe Xavi te worden. Uiteindelijk bleek dat niet een hele goede speler voor de KKD. Nee. Zo hebben we lijsten vol met tussen aanhalingstekens toptalenten gezien. Alleen deze gast, dat is toch hier iets gepaster dan bij Peter Bos. Ja, ja. Is dus volgens de United talent supporters een echt talent. En daarmee heeft FC Utrecht ineens volgens mij best wel wat assertieve, talentvolle spelers. En vind ik het toch heel gek dat ze niet gewoon oude spelers met een hoog salaris halen. Want zo kennen we ze. Want even voor de duidelijkheid, hè, want Zidane IQ-bal, Iqbal, denk ik. Is 20-jarige Engels-Irakese middenvelder. Technisch vaardig. Debuut gemaakt onder Ten Hag in de Champions League ook. En die Europa League toch? Tegen Betis, meen ik. Dan moet ik even... Nou ja, in ieder geval in Europa, onder Ten Hag. Maar dat is dus een speler die halen ze voor 4 jaar... en betalen ze nog minder dan 1 miljoen voor. Ja. Er zit natuurlijk wel een heel grote doorverkooppercentage in het contract... maar hoe een grote steal is dit? Maar hebben jullie die conspiracy theory gezien op Twitter? Nee. Er was dus die United fans zijn sowieso heel boos op Ten Hag... omdat hij niet goed omgaat met de jeugd. Dan geeft ze geen kansen. En wat natuurlijk bij Iqbal ook is... is dat hij mocht niet naar het WK onder 20. En hij wilde verhuurd worden, dat mocht ook niet. En nu geef je hem praktisch gratis weg, zeg maar. Jij denkt, een goedmakertje van Ten Hag voor Frans van Zeumeren? Nee. Wat dus wordt gezegd, is zij zitten bij hetzelfde agentschap. Ja. En wat ze dus denken is dat Ten Hag, omdat Utrecht, zijn clubpie, dat Ten Hag soort van Utrecht Iqbal gunt, omdat hij Taylor Booth wil halen. Oké. En dat Taylor Booth dan naar Manchester United gaat. Ja. Ja, ik was er ook van. Maar dat gaat best wel hard op Twitter. Maar sowieso, die United fans zijn natuurlijk al met die, hoe heet die naar Everton ging. Daar waren ze ook al heel boos over. Ja. Het is wel een dingetje dat ze vinden dat hij niet goed omgaat met jeugdspelers. Nee, maar dat is natuurlijk wel wat bij dat soort clubs altijd heel lastig is. Is dat je op Twitter heb je supporters van over de hele wereld die Manchester United supporters zijn. En ik denk dat in de praktijk de mensen die naar Old Trafford draaien en dat allemaal kijken, het wel iets anders beschouwen. Je moet het even opzoeken, want er zat ook zo'n foto van hem bij in een soort auto. Ik weet niks van auto's, maar het zag uit als een beetje zo'n gangster auto. Een beetje alsof als de witte Twingo van Lars. Alsof crimineel betrapt was of zo. Ja, je moet even kijken. Nee, ja, goed, de shots van trainers die in auto zitten in Engeland vlak voor het trainingscomplex zijn prachtig natuurlijk. Maar het is, kijk, het toffe aan is denk ik wel dat FC
Utrecht meer dan ooit met de toekomst bezig lijkt. Zeker. En met al die jonge spelers, met Azarkan, met Romani, Bosdogan, die ze hebben vastgelegd. Nu ook deze gast, IQ-bal. Mats Seuntjes, natuurlijk een fenomeen voor subtoppers in de Eredivisie. Dat je ineens een heel leuk elftal krijgt. En ze hebben een soort Suicide Squad technische staf met Rob Penders. Robbie Penders, de mastermind uit de KKD. Willem Jansen. Silberbauer blijft hoofdtrainer. Dus ja, ik zou eigenlijk als FC Utrecht supporter voor het eerst in jaren een beetje optimistisch zijn. Okay. Dus nou ja, dan moet je nu wel gaan zeggen van we gaan de top 2 aanvallen of de top 3. Want anders dan zou het niet meer FC Utrecht zijn. Ja, maar goed, is dat... Nee, natuurlijk niet. Nee? Misschien kunnen we zo'n Vitesse persco momentje. Wat dan, van binnen zoveel jaren? Niet schrikken, Vitesse gaat meedoen. Oh, ja. Vrienden van de media. Ja. Vrienden van de media. Nou ja, ik denk wel dat dit voor FC Utrecht de juiste manier is. Want zo kun je toch waarde gaan creëren, kun je spelers gaan verkopen, kun je betere spelers kopen. En kun je op een wat betere manier in de toekomst bouwen dan dat je Labiat, Ramselaar, Toornstra en zo allemaal terughaalt. En dat is waar. Ja, ik denk alleen, probeer de rust te bewaren. En dat lijkt nu toch door al het optimisme al bijna weer niet te lukken. En ja, maar dat is wel een grote uitdaging. Wel, zeg maar, wat jij zegt, van je weet het nooit bij zulke spelers hoe goed ze echt zijn of het zomaar goed uitpakt. Maar het is wel een goed teken dat iedereen fucking boos is. Ja, dat is inderdaad heel nice. Ja. En ik heb even een compilatie gekeken, maar dat is altijd te gevaarlijk. Maar die dribbles zagen er wel sick uit. Ja? Tegen wie waren ze? Tegen, volgens mij gewoon de jong competitie, zeg maar. Precies, ja. Dus alle Engelse clubs daar. Ja. Kunnen we dat dan weer ik vind het wel een zomerse verrassing. Dat is echt wel weer een speler, hè? Ja. Laten we eerlijk wezen, ondanks dat hij 20 jaar is, wel eentje dat je denkt van, ik prik hem toch weer aan op de eerste wedstrijddag van de Eredivisie. Je prikt hem aan? Kijken. Ja, de tv. Oh, de tv. Ja, ik prik hem ervan. Hey, dan even verder naar Groningen, want die hebben natuurlijk, die zijn gedegradeerd, spelen volgend jaar in de KKD, maar halen wel eventjes een behoorlijke spits. Ja, Kevin van Veen. Kevin van Veen. Hoe herinner jij je Kevin van Veen? Kevin van Veen is voor mij een soort van, ik wil niet zeggen mythisch, maar dat is echt zo eentje die je dan opeens vroeger op Teletext zag opduiken. Of in één keer in de VI een klein stukje. Want we hebben het natuurlijk over een speler die bij Helmond zat, hè, geloof ik. Onder Streppel. Toen eigenlijk de droom van profvoetballer opzij. Stukken door werd. En via Os uiteindelijk naar Skuntorp. Ja, Skuntorp United. Hij draaide een fantastische eerste seizoen zelf bij Os toen. Daar heel veel doelpunten gemaakt. En toen in Engeland ook nog aardig wat. Is uiteindelijk middenvelder geworden. Bij Motherwell weer in de spits beland. Afgelopen jaar 25 doelpunten gemaakt. En nu gaat hij naar FC Groningen. Ik denk dat voor FC Groningen dit een perfecte spits is. Mm-hmm. Ja. Weet je, in de zin van als je veel doelpunten kan maken in een relatief opportunistische competitie als de Schotse competitie. Dan kun je dat in de KKD denk ik ook. Hij heeft wel een 3-jarig contract. Hij schijnt zo'n 5 ton te verdienen, las ik. En zijn vrouw die bevalt in december van een baby in Schotland. Die blijft daar bij haar eigen salon. En daar moet hij af en toe naartoe. Dus ik denk dat er ook wel een paar dingen zijn waarvan je denkt, dit hadden ze contractueel gezien iets anders af kunnen handelen. Maar ja, ik denk dat ze bij Groningen nog steeds redelijk in paniek zijn na het dramatische seizoen. En dat ze gewoon heel snel goed nieuws willen brengen. Ja, maar ik vind hem niet echt een paniek aankopen. Nee, maar drie jaar voor een gozer van 32. Ja, dat klopt. Maar ik heb bij Kevin van Veen een soort van, nu we toch een beetje in de psychologie zitten, een soort reversed spearing, denk ik. Nee, maar dat hij dus juist wel nu heeft. Het heeft een prachtig verhaal hoe zijn carrière gegaan is. De lower league Cantona werd hij genoemd. Hij heeft het daar laten zien. Bij Motherwell schiet hij de 20+ in. Dat hij nu zoiets heeft van, wacht even, nu wil ik nog wel één keer het in Nederland. Ja. En dan is Groningen wel gewoon een club, ondanks dat het de KKD is. Maar goed, dan zal hij er wel 25 inrammen. Dat andersom is. Dat hij nu denkt van, nu ga ik het in Nederland. Maar dat moet ook wel. Want als je die Instagram captions ziet van een topscorer KKD, ik ga Groningen naar de Eredivisie brengen en zo, dan kan je niet daarna 5 doelpunten voor minder dan 30 goals doe ik het niet. Nee. Wil je er al een kleine voorspelling al doen? Heb jij nou spelers waarvan je in de KKD dacht van, die worden met heel veel bombarie gehaald, maar dat vind ik helemaal niks. Want die hebben we toch ook gehad. Ik weet nog dat die Ngombo, dat hij toen naar Go Ahead ging, die had bij Roda een paar ballen erin gekopt, werd helemaal niks. Het zou nu wel ironisch zijn als het Kevin van Veen niet lukt. Maar ja, klopt. Maar ik gun het wel. Voor het verhaal vind ik dat. Ik denk ook dat Groningen dit ook mediatechnisch wel heel slim aanpakt. Van die clip is nu natuurlijk. Dat zou wel voor het eerst zijn als in de afgelopen jaren. In het licht. Gewoon als in. Het is moeilijk iets positiefs te zeggen op dit moment. Ja. En dan heb je iemand die gewoon een vet verhaal heeft. Goede statistieken heeft. En zo enthousiast alles brengt. En ambitieus is. Dat is wel even. Haalt wel een beetje. Is dat wind uit de zeilen? Of zeg ik nu een hele verkeerde uitdaging? Nee, wind uit de zeilen kan wel. En het is natuurlijk ook, je hebt een hele jonge ploeg. En dan helpt het natuurlijk enorm als daar gewoon wat ervaren gasten bij komen. Ja. En kijk,
Kevin van Veen lijkt me ook wel een gozer die voorop gaat in de strijd. En ja, dat heeft er bij zich Groningen toch enorm aan ontbroken. Dus ik denk dat het op het trainingsveld die misschien ook wel wat jongens corrigeert als het nodig is. Ja, zeker. En als ex-stucadoor, je zou kunnen zeggen, hij weet wat werken is. Ja, en verder, voor de KKN, heb je nog mooie gevoelens echt in komend jaar? Dingen die je opvallen, dingen die tegenvallen, waarvan je denkt... Bob Peters bijgetekend. Ja, Bob Peters bijgetekend bij de Galactico's. Ja, er zijn natuurlijk wel ook gewoon spelers die meegaan naar de Eredivisie. Je hebt de Keersmaker van Eindhoven die naar Heracles gaat. Jetro Willems naar Heracles. Gaan we allemaal in de gaten houden. Dan de smaakmaker van NEC. Misschien af en toe een beetje een moeilijke jongen. Tanane op weg naar Qatar. En hij gaat spelen bij Salal. Ja, man. Ik vind dit echt een enorme nederlaag voor de Eredivisie. Simpelweg omdat als hij in vorm is, is het fantastisch om naar hem te kijken. Omdat hij dan wereldgoals maakt en iedereen door de benen speelt. Ja. Maar als hij het helemaal kwijtraakt, dan vind ik het ook heel vermakelijk als hij rood krijgt. En een beetje merkwaardige interviews geeft. Trainers in paniek raken. Dus ja, ik denk dat dit voor de entertainmentindustrie, zoals Bruce Toll het altijd noemt, een enorme nederlaag is. Ja, maar daar krijg je dan wel lang voor terug. Als het zover komt, dan kan hij weer. Maar NEC zonder Tanane, dat is toch ook echt een ander NEC. Dat heb je dit seizoen ook al gezien. Ja, en puur qua creativiteit, denk je? Ja, ik vind NEC kijken met Tanane altijd best wel leuk. Zeg maar, los van je eigen ploeg heb je toch altijd een paar ploegen die je leuk vindt om te volgen. Dat had ik altijd wel bij NEC, maar als Tanane dan niet speelt, had ik wel meteen zoiets van een beetje patat zonder zout. Mooi, zonder zout. Die nog nooit ging, maar het is dat wel... Dat ik bedoel, toch? Ja, nee, ik vind het mooi, maar uiteindelijk smaakje. Is er natuurlijk bij NEC wel kapitaal en hebben zij gezien de mogelijkheden heel matig gepresteerd. Ja, goed, wij kennen de rol van Tanane niet, alleen het is wel een solist en ook een enorme individualist, dus ik kan me voorstellen dat als ze het geld op een iets andere manier uitgeven, ze hebben heel veel vertrouwen in Rogier Meijer, dat het er dan wel uitkomt. Want ik denk dat NEC, ondanks dat ze dat niet uitstralen, heel ontevreden waren met het seizoen wat ze gedraaid hebben. Ja. Nou ja, eerste seizoen zelf was... Wel heel goed. Ja, maar je eindigt 12e. Ja. Met al dat geld. Dat is waar, dat is waar. Dan nog even over Oem Salal. We hebben ook Kenji Goré gestrikt. Voormalig, hoeveel clubs van Kenji Goré? Swansea, ADO. Ja, dan houdt het voor mij wel een beetje. Ja, volgens mij Birmingham. Nou goed, goed verhaal jongens. Dan even verder. Want gisteravond waren we natuurlijk ook interlands. En ik kan een kleine glimlach toch niet onderdrukken. Maar bij onze oosterburen gaat het niet zo heel erg. Jij bent goed. Ook een beetje opgegroeid met Duitsland haten. Laat ik het zo zeggen, mijn opa en oma die hebben weinig het woord Duitser ook gebruikt. Ja. Die hadden een andere terminologie voor. Mooi. Ja, ik ben een enorme fan van Duitsland, maar als het met de Duitse nationale elftal niet loopt, dan vind ik dat wel lekker. Beeld kan mij niet hard genoeg uithalen. Ja, goed, ik zag vanochtend op internet dat zelfs Kieker heel negatief is. En, goed, maar Beeld ook, Flick gaat het EK verpesten. Ja, man. En, Hilfe, Flick macht us ein die EK kapot. Jawohl. Ja, gruwelijk. Want, als je er zo naar kijkt, Adjie, wat voor gevoelens heb je daar dan bij? Nou, ik snap het wel, toch? Als je kijkt naar dat ze nu het zo slecht doen in die oefenwedstrijden. Ja. Slecht WK gedraaid. Handjevol potjes gewonnen in de laatste 13 duels. Ja, en je hebt nu een jaar voor het EK begint. Het is heel ongelukkig dat die eigenaar van de bond, Vuller... Voorzitter. Oh, nou ja. Dat de eigenaar van de bond. Ja, dat is een beetje lastig, hè? Maar dat hij... 3 dagen geleden zei, we gaan hem sowieso niet ontslaan en hij blijft en we zijn tevreden. En dat je dan nu dit hebt. Ja, eigenlijk wil je hem niet ontslaan. Dan heb je gewoon een prima jaar. Je hebt in september weer oefenwedstrijden voor de nieuwe bondscoach om het draaiende te maken op tijd. Het zou maar niet de eerste coach zijn die vlak nadat het vertrouwen in hem is uitgesproken wordt ontslagen. En, meestal je doodvonnis, toch? Als we zeggen, we gaan door. Toen Danny Blind in Nederland het lastig had als bondscoach, toen waren er ook wel aanmerkelijk aanmerkingen op het elftal. Weet je? Mm-hmm. Ik denk dat je kan hetzelfde nog wel enigszins zeggen voor Frank de Boer, die het met Maarten Stekelenburg moest doen. Ja. Maar dit Duitse elftal, als je ziet dat daar voor kwaliteit en talent op het veld staat, dan zou het eigenlijk een heel fris, leuk spelend elftal moeten zijn. En het doet mij een beetje denken aan 2006. Toen was het ook natuurlijk een eindtoernooi in Duitsland. En toen waren er van tevoren ook wel wat problemen. Uiteindelijk waren ze heel goed, werden ze volgens mij derde. Mm-hmm. Maar dit belooft heel weinig voor Duitsland. Maar het kan toch eigenlijk ook niet dat je nu... Je hebt, als het goed is geëvalueerd na het WK, dan neem ik aan dat je afspraken hebt gemaakt. En het kan niet dat een van die afspraken nu uit zijn gekomen. Als je kijkt hoe het loopt, wat de stemming is, naar de resultaten, eigenlijk alles. Kan het toch niet dat je hem niet gaat ontslaan binnenkort? Jij zegt Flick out. Ja, tuurlijk. Opflikkeren. Oké. Okay. Dus, maar jullie zeggen dus 4 keer winnen opflikken, de laatste... Opflikken, of zeg je dat expres? Ja, dat deed ik. Anders zou ik niet zo'n homofoob grapje durven maken. Jullie zeggen 4 keer winnen in de laatste 15 wedstrijden is niet voldoende. Kijk, het is natuurlijk zo dat dan vergeten we wel die overwinning op Oman.
Die denk ik heel erg indrukwekkend was. Zeker. Maar nee, ja, dat is voor duizend veel te weinig natuurlijk. En die Duitse pers is super kritisch. Maar ja, dat is nu volledig te begrijpen. En ja, ik denk dat dit een beetje een voorbeeld is van ja, hij was fantastisch bij Bayern München als coach. Alleen dat is natuurlijk zo'n specifieke club. Dat wil niet zeggen dat je het overal kan. Ja, aan de andere kant. Is dat niet vaak een beetje het probleem met bij zulke clubs trainen? Want als je dan bij München zit, hè, de kans dat je kampioen wordt of ver komt in een toernooi. Bij Bayern München is het echt 85%. Nee, precies. Dus is dat dan niet juist, is hij niet... Jullie zeggen nu eigenlijk Flick is gewoon een kuttrainer. Nee, dat niet. Maar dat zei jij net. Nee, zei dat hij moest worden ontslagen. Maar als je bij Bayern is het denk ik heel moeilijk trainer zijn voor alles eromheen. Maar qua resultaten, zeg maar... Dat elftal, dat staat wel. Het elftal staat altijd wel redelijk. Maar dat het gewoon toch minder is dan... Nou ja, kijk, ik denk... Het is natuurlijk, je hebt nu Flick zelf, maar je hebt ook de afgelopen jaren met Joachim Leu. Dat Duitse voetbal zit best wel in een wak. Ja, dat is wel. En ja, we hebben dat in Nederland ook gezien. Maar je hebt in Duitsland natuurlijk zo'n enorme aanwas. Dat het daar met die hele gigantische voetbalindustrie niet zou moeten. Hè? We hebben als Nederland ons enorm verdiept in de Duitse school. Maar ja, misschien wordt het nu langzaam tijd dat ze bij Duitsland ook ergens anders gaan kijken. Ja. Noemen ze een land waar is het goed? Oh, daar rennen allemaal vrouwen naar binnen. Ja. Nou ja, goed. Gaat Hansi, flikt hij het? Gaat hij naar het eindtoernooi of niet? Nu hij flikkert eruit, denk ik. Hij flikkert eruit. Ja. Nee, ik denk niet dat hij het haalt. Nee. Ik denk het ook niet. Hey, dan even onze andere grote vriend. Recordhouder. 200 interlands voor Portugal, Cristiano Ronaldo. Zou hij dat ook wederzijds zo zien? Zou hij nu met Badahari op een bank zitten zeggen... Onze vriend, Young onze Wellness. Vriend. Ja, dat denk ik wel. Daar ga ik toch wel vanuit. Ja. Nee, ja. Ik vind het ook een vraag dat je dat überhaupt nog moet vragen. Ja. Ik heb een soort... natuurlijke weerstand altijd tegen Cristiano Ronaldo, omdat ik me altijd een beetje stoor aan dat theatrale. Nou ja, gisteren maakte hij weer een schwalbe tegen IJsland. Ja, dan krijgt hij geel en doet hij vervolgens denigreren naar die scheidsrechter. Maar ook een zekere go-ahead speler die volgens mij... Willem Willemsson. Geel-rood bleef. Ja, uitstekend. Nee ja, groot fan, maar daar hoeven we het niet over te hebben. Maar ja, uiteindelijk de feiten zijn natuurlijk uniek bij Ronaldo, dat hij zijn 200ste interland speelt. Hij was er natuurlijk in 2003 al bij, zoveel doelpunten gemaakt. Dus je moet er heel veel respect voor hebben. Dat is volgens mij een soort van verplicht. Alleen ja, ik heb toch altijd zoiets van, jongen, doe normaal, man. Ja, ik vind het heel moeilijk bij hem, want ik denk... Kijk, hij is bezig met zo'n 200 wedstrijden. Dus als het dan nog lukt, en ik vind het wel weer typerend... Er is ook allemaal weer één speler die dan nog die winnende goal kan maken. Ja, echt en zo. Dat is hij. Nou, ja. Je weet gewoon, je krijgt een pop-upie van je favoriete score-app, zeg maar. Er staat 1-0 Portugal. We staan open voor sponsoren. Dan weet jij meteen al wie het is geweest. Ja, maar ja, hij had er ook gewoon af kunnen worden gestuurd. Hebben jullie die trap gezien? Ja. Hij is dan er geen kaart voor gekregen. Anders had hij sowieso rood bij de zwalbe, maar los daarvan. Ja, de realiteit is toch dat soort topsters altijd een beetje worden ontzien. En dat is, ja, best volgens mij, ik geloof dat het Stuart was die ook meteen zei van... Oh, scheids durft Ronaldo geen kaart te geven. Nee. Dat is wel zo. Maar ja, uiteindelijk... Ja, hij heeft zo'n sikke carrière dat je er wel respect voor moet hebben. Ja. Dus dat heel tof is. En ik vind het wel heel opmerk dat die gast die met hem gespeeld hebben, daarvan hoor je altijd dat het een extreem aardige gozer is. Ja. Ik kan me dat niet zo heel goed voorstellen. Maar moet wel zeggen hoe hij reageerde toen de scheids hoorde dat het doelpunt zeg maar goed was gekeurd. Dan zie je wel echt zo'n klein jongetje die heel blij is met zijn doelpunt. Ja, maar daarom is hij niet ook zo bizar goed geworden. Ja, daarom. Ja. Daarom. Tot zover eventjes het interlandvoetbal voor de mannen. We gaan nu door met het interlandvoetbal voor de vrouwen. Ja. Omdat we hier natuurlijk op de KNVB-campus zijn. Ik ga even plaatsmaken. Nou ja, doe even een kleine heads-up, Asie. Want heads-up. Niet iedereen is uitstekend, nou, niet iedereen is uitstekend geïnformeerd over de mevrouwen hierachter. Nou, 20 juli begint het WK. Grootste WK tot nu toe. Omdat eerst was het format kleiner. Doen nu 32 landen mee. In Australië, dus dat is lekker kut. Want en dan Nieuw-Zeeland. Moet je dus om 9 uur 's ochtends gaan kijken en weet ik het wat. Ja. Maar los daarvan denk ik dat het wel heel vet wordt. Ik denk dat er een heleboel landen kans maken op de titel. Het was altijd toch een beetje Amerika en dan de rest. Ja. Er zijn ook een heleboel landen waar gezeik is. Dus Dat is ook wel Spanje, Frankrijk, Amerika heeft ook een beetje gezeik gehad. Dus ja. Welk land op het WK dicht jij een beetje in een situatie toe? Zoals de kabel bij Oranje toen de tijd. Of op een andere... Welk land zie jij het eerst een relletje ontstaan? Iemand die opeens naar huis gaat? Spanje. Spanje? Ja, daar is nu zoveel gezegd met die Jorge Wilda, die coach. Ja. Er zijn op een gegeven moment 15 speelsters, echt basisspeelsters, die hebben gezegd van, ik laat me niet meer oproepen. Oh ja. Okay. En daarvan zijn er nu een paar toch gaan spelen, maar bijvoorbeeld Mapi Leon, nou ja, de beste verdediger van Spanje by far, die wil nog steeds niet komen. Er zijn er nu een aantal, Egurola heeft onder andere daarom voor Nederland gekozen door gezegd met de coach van Spanje.
Er is heel lang gezegd dat hij werd ontslagen. Is toch niet ontslagen. Nou ja, dus ze gaan dus nu speelsters een beetje met tegenzin daar naartoe. Mm-hmm. En die beginnen nu. Dus die hebben ook geen voorbereiding meegemaakt. Omdat ze al die tijd niet wilden worden opgeroepen. Maar hoe staat Oranje erop? Want ik denk dat er zelfs mensen zijn die niet tot 15 spelers van Oranje kunnen komen. Nou, probeer het. Hoe staan ze erop? Goed, maar kijk, je hebt natuurlijk EK 2017 gehad, gewonnen, 2019 finalist. Toen, dat waren echt gloriejaren, zeg maar. Mm-hmm. Vervolgens is het wel allemaal een beetje minder geworden. Mark Parsons heeft natuurlijk niet echt een beste tijd gehad. Nee, en nu EK, waar wij in gingen, viel ook behoorlijk tegen. Natuurlijk is het heel erg oké dat je er tegen Frankrijk uitviel, maar in principe was het geen best EK. Maar wat zijn nu de kansen? Het is nog steeds een groot land, maar ik vind het geen favoriet. Als je kijkt naar Duitsland, Frankrijk, Amerika, Engeland, Canada, Australië. En dat is een hele grote land. En qua poolfase moeten we ons zorgen maken? Nou ja, ze hebben het wel heel ongelukkig getroffen, want Amerika zit in de pool en Portugal. En wij hebben die wedstrijd tegen Portugal gezien, dat was gewoon even billen knijpen. Je kan ze beter zo vroeg mogelijk uitschakelen. Als je kampioen wil worden, moet je iedereen kunnen verslaan. Dan kunnen we Amerika beter meteen naar huis sturen in de poolfase. En dan hebben we het, als het over Oranje gaat, dan word je altijd super optimistisch. Ja, dat vind ik mooi. En dan hebben we 5-0. En dan hebben we nog een vierde groep, want we hebben de VS, Portugal, Oranje en? En Vietnam. En Vietnam. Ik hoop niet dat ik nu volg het verkeerde Aziatische land zeg, maar volgens mij wel Vietnam. Nou ja, er zijn er een paar. En ja, goed. Ja, dat natuurlijk allemaal kijken. En dan kunnen wij even nu met Andries Jonker gaan praten. Dag Andries. Ja, enorm. Andries had lekker getraind. Zonder bal. Wij spraken net aan Marius Ekrole. Die zei dat ze dat leuk vond. Eerlijk gezegd geloof ik daar helemaal niks van. Hoe is dat voor jou? Nou, dat is niet het meest boeiende als je dingen uitlegt in zo'n situatie. Maar vanmiddag gaan we dat met bal doen. En dat is eigenlijk waar je in investeert. Je legt het een keer uit zonder dat de bal erbij is. Om dat echt in die hersenpannen te krijgen. Op een hele snelle manier. Ja. Dan maak ik tijd voor. Dat is niet het leukste. Ja. Maar dit weer leent zich daar enorm voor. Moet je ze overtuigen om dit te doen? Nee, dit zijn 1-1 is 2 dingen. Dus als je als team of als groep iets moet verdedigen. Dan moet je dat samen doen. En dan gaat het beste als je dicht bij elkaar blijft. En dat leggen we eigenlijk de hele loopbaan van elke speler of speelster. Ja. Leggen we steeds weer hetzelfde uit. Mooi. En waarom kies je er dan voor om het niet met linten bijvoorbeeld te doen? Of dat ze allemaal aan elkaar vastzitten? Omdat ik dat dwingt. Dan bepaalt dat lint. Maar ik wil graag dat ze datgene doen wat ze in de wedstrijd moeten doen. Ja. En dan hebben ze geen lint tot hun beschikking. Nee, dan zullen toch de oogjes het moeten doen. En de rust in het hoofd. Hè. Dus blijven kijken. Waar staan we met z'n allen? En waar moet ik dan staan? Oké. Ja. En qua rust in het hoofd, in hoeverre kriebelt het al bij het WK? Merk je dat aan de groep? Nou, dat gaat in fases, denk ik. En dit is de eerste fase in Zeist. En dat is de rustigste. Het is spannend, omdat dan gaan een aantal spelers dus toch de mededeling krijgen dat het niet verder gaat. Ja. Dus in die zin is dat voor een aantal spelers spannend. Merk je dat in de groep ook? Nee, want het gaat, het overgrote gedeelte denkt, ik ga wel mee. Ja. Maar er zijn natuurlijk een aantal die maken zich daar zorgen over. Alleen die verbergen dat. Ja. En die doen gewoon wat ze kunnen. En dat proberen wij als staf ook wel aan te moedigen. Doe dan gewoon je stinkende best en dan zie je het wel. Lijkt me wel heel moeilijk als trainer dat je toch de droom van iedere speelster dan moet doorprikken. Is ook vervelend. Ja. Kijk, het is makkelijk als er vervelende spelers tussen lopen. Ja. Dan ben je er vanaf. En we spraken dus net Ekrole, die benoemde een beetje de underdog rol. Kan je daarin vinden voor Oranje dit WK? Ja, ik heb van de zomer op mijn bankje de EK bekeken. En daar vond ik Spanje, Engeland, Duitsland en Frankrijk beter dan Nederland. En vooral meer topspeelsters hebben. Getalsmatig meer kwaliteit. Ik denk dat Amerika daar bij geschaard kan worden. Dan heb je zomaar 5 landen waar wij ons mee kunnen meten. Maar die vergelijkbaar zijn. En je hebt 5 op je hielen. Maar wij kunnen wel van iedereen winnen. En wat zou je dan, zeg maar, er zijn een hoop mensen die bij nou, als luisteren die niet heel erg geïnvesteerd zijn in het vrouwenvoetbal. Wat kunnen zij verwachten als ze 's ochtends vroeg de televisie aanzetten? Ja, ik denk dat ze het maar op moeten brengen om uit nieuwsgierigheid te gaan kijken. Ik denk dat een van onze doelstellingen is aansprekend voetbal spelen. Ja. Okay. Waar je met genoegen naar kijkt. Dus als je voetballiefhebber bent, neem dan een keer het risico. Ga om je wekker te zetten. En dan zal je een ploeg zien die A, zijn stinkende best doet. Ja.
En B, zo goed mogelijk probeert te voetballen. En C, daar waar mogelijk probeert aan te vallen. En over het algemeen willen wij als Nederlanders dat nou juist graag zien. Ja, leuk. En ik weet nog dat bijvoorbeeld Bert van Marwijk toen in Australië en in Polen er heel erg op hamerde van ik wil dat de spelers voor mij ook het land zien. Weet je, die is volgens mij toen naar Auschwitz geweest en had allemaal van die park. Ga je dat ook doen? Ga je proberen ze wat mee te laten krijgen van Australië en Nieuw-Zeeland? Ja, maar ik verplicht ze dat niet. Nee. Het is meer zo dat wij door de loting voor ons gevoel in een soort van onderzeeboot gaan met 50 mensen. Ja. En een onderzeeboot is weinig ruimte. Er zijn geen andere mensen dan die 50. Nee, dat hebben we afgelopen dagen gezien. Dat bedoel ik. En die onderzeeboot moet ook nog elke 2-3 dagen in een vliegtuig. Ja. De hele onderzeeboot gaat in een vliegtuig. Want er staan 27 vluchten gepland, hoorde ik volgens mij. Lijkt me wel veel. Dat maar... je heel vaak moet overstappen. Oh, ook dat nog. Ja, sterkte. Maar waar het om gaat is, we zijn geïsoleerd clubje Nederlanders. 50 mensen, 23 spelers, 27 stafleden die dag in dag uit op elkaar aangewezen zijn. En in dat programma zoek ik in overleg met de speelsters ruimte. Dat mensen even uit die 50 kunnen. Ja. Even alleen kunnen zijn. Even met een kleiner groepje kunnen zijn. Even wat anders kunnen aantrekken. En ook even een andere omgeving kunnen zien dan het spelershotel. En dan nog één ding. In hoeverre ben je bezig met het Nederlandse publiek? Het is natuurlijk jammer dat er eigenlijk bijna geen mensen naartoe kunnen. Je hoort al dat familieleden van speelsers moeilijk daarheen kunnen. De tijden zijn soms wat ongelukkig. Die wedstrijd tegen Amerika is hier natuurlijk 4-5 uur. Hoe ver ben je bezig met de betrokkenheid van de Nederlanders? Vind je dat jammer? Ja, zo'n WK wordt... aan de andere kant van de wereld georganiseerd om het vrouwenvoetbal daar een impuls te geven. Ja. Dat snap ik en daar ben ik het ook mee eens. Alleen dan hebben wij het nadeel van de tijden. Ja, en wij kunnen alleen maar zo goed mogelijk voetballen. Proberen te winnen, aansprekend voetbal spelen, inspireren. Dat zijn onze doelstellingen. Ja. Om mensen te verleiden, 's morgens om 8:30, 9:00 te gaan kijken. Ja. Lekker op werk. En vooral 's nachts eruit te gaan. En, ik moet zeggen dat dat ook wel wat heeft. Als klein jongetje heb ik nog boksen gekeken midden in de nacht. Muhammad Ali. En als klein jongetje wereldbeker voetbal in Zuid-Amerika, Ajax en Feyenoord. Ja. Dat had ook wel wat midden in de nacht opstaan en dan in mijn pyjama met mijn broertje en mijn vader en mijn moeder op de bank kijken. Dus ik hoop dat dat weer ontstaat in de Nederlandse huiskamers. Ja, misschien na de wedstrijd, maar het zou mooi zijn. Mooi. We gaan het zien. En vanavond Jong Oranje, ga je dat ook nog kijken? Of denk je van, ik geloof het wel tegen die Belgen? Nee, dat heeft natuurlijk wel je interesse als voetballiefhebber. En je kent de coach, je kent een aantal stafleden, je kent een aantal spelers. Dus natuurlijk ben je daar geïnteresseerd in en ik hoop van harte dat het goed gaat. Mooi. Nou, leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, Daily zit erop. Yes. Altijd de Ridder met Young Wellness en Andries Jonker. Ja, beide. Mogen niet klagen, zonnetje. Ja, leuke mensen. Ja, ja. Ik ben weer verbrand, denk ik. Oh, ik blijf vastzitten aan het hek. En morgen meer over Jong Oranje, want daar hebben we nu geen tijd voor. Ja. Of nou, we hebben er wel tijd voor, maar die wedstrijd is al om 6:00. Ja. En dan morgen gaan we naar? Heel misschien naar Rotterdam, is mij verteld. Heb ik ook gehoord. En anders misschien wel naar Bernabeu. Nee, joh, geen idee. We zien het morgen wel. En nou goed, allemaal bedankt voor het kijken, luisteren, abonneren, twitteren, instagrammen, ja. TikTok. Het is nu wel goed. Later. Doei.